Dit is Blitz. Blitz nummer 4. Deze vierde blitz gaat over de vakantie. Het is zomer en veel mensen hebben vrij. Ze stappen in de auto en ze rijden naar verre landen. Naar landen met bergen, waar het heel mooi en rustig is. Of naar landen waar de zon altijd schijnt. Want het is vakantietijd. Wij gaan nog niet met vakantie. Wij maken eerst deze blitz. En we kijken wat er in deze vakantieblitz te lezen en te luisteren is. De eerste twee fotobladen gaan over een dagje uit. Op de volgende fotobladen laten we zien waar je in je vakantie kunt logeren. In deze blitz vertellen we ook hoe je zelf een souvenir kunt maken. We hebben natuurlijk weer drie nieuwsblitsen. Die gaan ook over de vakantie. Nou, en eentje daarvan gaat over mensen die het juist erg druk hebben in de vakantie. De dieven. Natuurlijk praten we in deze blitz weer met een bekende man of vrouw uit Nederland of België. Deze keer praten we met Peter Koelewijn. Maar we beginnen deze blitz weer met Snor en Klets. Op een dag in de vakantie gaat Klets een stukje wandelen. Hij komt Snor tegen. Snor ziet er anders uit dan op andere dagen. Hij heeft een grote hoed op en hij heeft een koffer bij zich. Dag Snor, zegt Klets. Waar ga je heen? Ik ga op vakantie, zegt Snor. Ik ga op vakantie aan zee. Aan zee is het fijn. De zon schijnt en er zijn hoge golven. Snor denkt, ik ga heerlijk in de zon liggen. Daarom huurt hij een stoel. De zon schijnt op het gezicht van Snor. Zijn neus wordt er helemaal warm van. Zijn neus wordt helemaal rood. Er komen bobbels op zijn neus. Bobbels van de zon. Zijn neus lijkt net een aardbei. Snor gaat weer naar huis. Hij komt Klets weer tegen. Wat is er met jou gebeurd? Lacht Klets. Ha, Snor, je neus lijkt net een aardbei.
een aardbei met een snor. Snor kijkt heel verdrietig. Nee, Klets, zegt hij zielig. Dat is geen aardbei. Dat is mijn neus. Ik zat te lang in de zon. Niet alle mensen gaan ver weg als het vakantie is. Sommige mensen gaan gezellig een dagje uit. Over zo'n dagje uit gaan onze eerste fotobladen. Als je wilt weten waar je allemaal heen kunt, moet je dat vragen bij de VVV. Daar kunnen ze je precies vertellen wat voor leuke dingen er bij jou in de buurt te doen zijn. Je kunt bijvoorbeeld naar het pretpark gaan met een wildwaterbaan of met een enge schommel. Soms is er in het pretpark ook een heel hoog reuzenrad. Sommige mensen gaan liever naar het museum. In een museum kun je bijzondere dingen zien. Dingen van vroeger bijvoorbeeld. Die staan daar soms in glazen kasten. En iedereen mag er naar kijken. Als je een dagje uit wilt, kun je ook met de boot gaan varen. In een mooie oude stad bijvoorbeeld, bij jou in de buurt. We gaan eerst een grachtenrondvaart maken en dan laten we een deel van de haven zien. Je vaart dan over de grachten, onder bruggetjes door, langs allemaal mooie huizen. Als je in je vakantie sportief wilt zijn, kun je natuurlijk ook gaan fietsen of wandelen. In veel plaatsen zijn daarvoor speciale fiets- of wandeltochten. Het is ook leuk om een dagje naar de dierentuin te gaan. Je bent dan fijn buiten en je ziet dan gewone, maar ook heel bijzondere dieren. Veel mensen gaan in hun vakantie wandelen in een andere stad. Ze kijken dan naar kerken of andere mooie gebouwen. Het is daar dan meestal gezellig druk op straat. Maar ik ga in mijn vakantie het liefst zonnen aan het strand. Lekker in de zon liggen. En als ik het dan heel warm heb, het water in. Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende gient. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Karin en Jan hebben ook vakantie. Ze gaan ook dagjes uit. Ze weten alleen nog niet waar ze heen zullen gaan. Naar het bos of naar het strand. Luister maar naar ons eerste verhaal. Het is vakantie. Karin en Jan zitten gezellig voor hun huis te praten. Fijn. Vakantie, zegt Karin. Ja, antwoordt Jan. Waar zullen we morgen heen gaan? Naar het strand, zegt Karin. Ik heb wel zin om naar het strand te gaan. Nee, zegt Jan. Naar het bos. Ik heb veel meer zin
om in het bos te wandelen. Jan krijgt zijn zin. De volgende dag gaan Karin en Jan met de bus naar het bos. Het is mooi in het bos. Het is er ook heerlijk rustig. Je hoort er vogels en er groeien prachtige planten en bloemen. Jan heeft veel verstand van het bos. Hij vertelt er van alles over aan Karin. Hij wijst mooie bloemen aan en dan ineens roept hij: "Daar, kijk, een konijn." Als ze een tijdje gelopen hebben, rusten ze uit op een bank. "Fijn in het bos, hè?" zegt Jan. "Ja," antwoordt Karin, "maar het is wel stil en ik wil bruin worden." "Dat kan toch?" zegt Jan. "Morgen hebben we ook nog vakantie. Dan gaan we morgen naar het strand." Dat vindt Karin een goede afspraak. Ze vindt het altijd heerlijk op het strand. Dan kan ze bruin worden en dan kan ze schelpen zoeken. De volgende dag zijn Karin en Jan al vroeg op. Ze pakken hun zwemspullen, de stoeltjes en de parasol. Dan gaan ze met de bus naar het strand. Na een uurtje zijn ze er. Het is erg druk aan zee. Het strand ligt vol met mensen. "Wat is het hier druk?" zegt Karin. "Ik ben benieuwd of we een plekje kunnen vinden." Karin en Jan lopen tussen de mensen door, met al hun spullen en met de parasol. Ze kijken rond waar ze kunnen gaan liggen. "Er is geen plaats meer," zegt Jan. "Weet je wat?" zegt Karin. "Misschien is het dicht bij zee niet zo druk. Laten we daar eens kijken." Zo lopen Karin en Jan even later langs de zee. "Ik zie helemaal geen schelpen," zegt Karin. "Dat klopt," zegt Jan. "De schelpen zijn er wel, maar daar liggen de mensen op." Na een hele tijd lopen, ziet Jan een open plaatsje. Vlak bij de duinen. Karin trekt haar bikini aan en Jan zijn zwembroek. Er is zo weinig plaats dat ze zich bijna niet kunnen bewegen. "Zullen we morgen weer naar de bossen gaan?" vraagt Jan. "Ja," lacht Karin, "laten we dat maar doen. Daar is het lekker rustig." Alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus op de punt van je neus. Zo heerlijk rustig, er kwam een bootje over zee. Dat nam al je misère mee en je licht. Heel alleen, alles is om je heen. Zo heerlijk rustig,
Er klinkt een mondharmonica, die speelt do re mi fa sol la, tra la li, tra la la. Zo heerlijk rustig, yeah, yeah. En een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk... Het liedje dat je hoorde heet Zo heerlijk rustig. Het werd gezongen door Wim Zonneveld. Dan kijken we nu op de volgende bladzijde. Die gaat over vrije tijd. In je vakantie kun je vaak mooie dingen vinden. In het bos liggen bijvoorbeeld eikels en mooie bladeren en dennenappels. Op het strand zie je schelpen en zeeegels. Ook als je op vakantie bent in de bergen kun je mooie dingen vinden. Prachtige bloemen bijvoorbeeld, of zaden. En mooie stenen. Al die dingen kun je mee naar huis nemen. En je kunt ze in een glazen pot doen. Door het glas kun je ze dan steeds zien. En dan denk je weer terug aan de mooie dingen die je gezien hebt. Je hebt dan een herinnering aan je vakantie. We noemen dat een souvenir. Dit is Blitz. Blitz nummer 4. En deze vierde Blitz gaat over vakantie. In de vakantie is het vaak erg druk op de weg. Veel mensen gaan met de auto op reis. Over die drukte op de weg gaat onze eerste nieuwsblitz. Dan volgt er nu verkeersinformatie. Er staat een file op de E10. Dat is de weg van Antwerpen naar Breda. Het is een file van 4 kilometer. De tweede nieuwsblitz heet Vakantie, maar niet voor iedereen. Het is gezellig overal. Veel mensen hebben vakantie. Ze hebben het hele jaar hard gewerkt. Nu hebben ze vrij. Maar niet iedereen heeft vakantie. De mensen van de hotels moeten hard werken. De mensen van de rondvaartboot en van de cafés hebben het ook druk. Zij vinden het fijn als er veel toeristen komen. Dan verdienen ze veel. Maar ze moeten er wel hard voor werken. En dan komt nu de laatste nieuwsblitz. Die heet Pas op voor dieven. In de vakantie is bijna niemand thuis. Dan wordt er veel gestolen. Laat de dieven niet zien dat je weg bent. Sluit alle ramen. Vraag je buren of ze op je huis letten. Laat ze je brievenbus leegmaken. Hang geen briefje op je voordeur. Leg geen sleutel onder de mat. Hang de sleutel ook nooit aan een touwtje in de brievenbus. We hebben het nu wel steeds over mensen die in de vakantie weggaan, maar er zijn ook veel mensen die in de vakantie gewoon thuis blijven. Jasperina de Jong bijvoorbeeld.
Luister maar. Wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over tobbe, dobbe, 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 doe. Wou je echt niet weggaan? Wou je dan niet blijven? Het is misschien een beetje sloom. Andere volken kijken, is je geest verrijken, ja. Dat heb ik van me, omdat kan even goed wel, want die komen hier toch, ja. Verrek, dat is ook weer waar, buitenlanders kijken op het Leidse pleintje goed. We blijven hier dus maar. Laten nou gaan slapen wij. Gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over tobbe, dobbe, 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 doe. Is een goed idee, hoor, ja, dat dacht ik ook wel. Het heeft ook nog een andere kant, want die buitenlanders zien nooit Nederlanders. Die zijn dan in het buitenland. Als wij hier nou blijven, hebben ze ons tweeën. En dat is tenminste wat je moet voor een ander ook wat over hebben. Ja, dat vind ik ook, hoor, schat. Laten nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer... Er zijn ook mensen die een beetje bang zijn om op vakantie te gaan. Dat komt omdat ze dan dingen gaan doen die ze nog nooit gedaan hebben. Daarover gaat het tweede verhaal. Het heet De Eerste Boottocht. Dat tweede verhaal lezen we nu niet. Dat mag je straks zelf doen. We vertellen wel alvast waar het over gaat. Ik zie hier dat het verhaal over Rob en Mia gaat. Ze gaan een boottocht maken. Maar Rob vindt dat eigenlijk niet leuk. Hij is bang dat hij ziek wordt op de boot. Gelukkig valt het erg mee. Het wordt een heerlijk tochtje. Lees het dadelijk zelf maar. Het verhaal over de eerste boottocht. We slaan de bladzijde om. Want het is tijd voor het gesprek. En deze keer praten we met Peter Koelewijn, de zanger van het lied Kom van het dak af. Hey! 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 Kom van dat dak af! Waarschuw niet meer! Nee, 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 van dat dak af! Waarschuw niet meer! Kom van dat dak af! Dat was de laatste keer! Oh yeah! Een jonge Janssen, zijn vrouw, maar was een korte wens. Gebrek aan het touw, en kwam ze dan weer potes. Het deed in het touw, de Janne Janssen weer mee. In de straat weer klonk ze mee. Dame van dat dak af, waarschuw niet meer. Nee, 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 van dat dak af, waarschuw niet meer. Kom van dat dak af, dat was de laatste keer. Oh yeah, Janne Janssen.
Je hoort het. Ed ging naar een concert van Peter Koelewijn. Die trad op in een zaal vol mensen. Het was 11:00 in de avond. Tussen het zingen door stelde Ed hem een paar vragen. Hij vroeg eerst aan Peter hoe laat hij van huis was gegaan. Hoe laat ben je van huis gegaan? Nu een uurtje geleden. En hoe laat ben je weer thuis, denk je? Ik denk om 3:30, 4:00 vannacht. Is dat niet ontzettend vermoeiend om zo 's nachts altijd op pad te zijn? Nee, het is hartstikke leuk. Het is heel leuk om een beroep te hebben, om werk te doen wat je leuk vindt. En daar word je niet zo gauw moe van. Ja, je wordt er wel moe van, maar dat gaat gewoon, als je opgetreden hebt, na een kwartier weer over. Dan trekt het weer weg. Je doet dit werk al ontzettend lang, hè? Ja, al heel erg lang. Vanaf 1960. Dus ik doe het al 27 jaar. Hoe oud ben je nu? 46. En welke liedjes ga je dadelijk zingen? Kom van het dak af natuurlijk. Angelina en mijn blonde seksmachine. Veronica, sorry. Mij, oh mij. Je wordt ouder, papa. Klap me in je handen misschien. Je zegt je wordt ouder, papa. Heb je zelf ook kinderen of niet? 2. Hoe oud zijn die? 20 en 14. Hoeveel plaatsen heb je gemaakt in je leven? Dat weet ik niet, dat zou ik niet kunnen zeggen. Dat zijn er misschien 100 of 150, ik weet het, ik zou het echt niet weten. Welk van de liedjes die je gemaakt hebt vind je zelf het leukste? Meestal de laatste. Meestal het laatste liedje. En meestal... Maar ik vind ook liedjes als Kom van het dak af nog steeds even leuk. En Angelina, mijn blonde seksmachine. En Klap me in je handen. Ik heb er veel plezier in om het te doen. En ik vind het al gauw leuk als de mensen het ook leuk vinden. Als ik enthousiast gemaakt word door het publiek. Whoa!
Je treedt ook vaak op televisie, hè? Wat vind je leuker? In een zaal zoals nu of op televisie? In een zaal vind ik het leukst, omdat je dan met mensen kan werken die naar je staan te kijken. En met mensen een beetje lol kan maken samen. Op de televisie is dat toch altijd veel... Het gaat bijna altijd veel plechtiger toe op de televisie. En in een zaal is dat veel eenvoudiger. Dan vinden de mensen die zingen mee en die klappen mee. En je kan eens een keer met de mensen praten. Je kan eens een paar grappen vertellen. En ja, het is in de zaal leuker. Dit is het einde van kant 1. Draai de cassette dus om. Dit is Blitz, kant 2. We gaan nu verder met het gesprek dat Ed had met Peter Koelewijn. Wij hebben het in dit nummer van deze Blitz hebben we het over vakantie en over reizen. Je hebt ook wat liedjes gemaakt, hè, over vakantie. Je noemde er net al eentje. Welke liedjes zijn dat? Angeline, mijn blonde seksmachine, is een duidelijk voorbeeld. Dat gaat over een vakantie in Spanje. Parlez-vous français, wat ik vorig jaar zomer had. Dat gaat eigenlijk over vakantie in Frankrijk. Ga je zelf ook vaak op vakantie? De laatste tijd niet meer zo, want ik ben veel te druk bezig. En ik vind het veel te leuk om dat werk te doen. Het komt wel eens voor dat ik naar Spanje ga en daar nog wel eens wat in een discotheek en zo doe. Dus dat je dat dan combineert. Waar ga je zelf het liefste heen als je op vakantie gaat? Naar een omgeving met bos of naar een omgeving met zee? Ja... Ik heb het al jaren niet meer gedaan, maar ik vind skiën heel erg leuk. En dat vind ik eigenlijk nog veel leuker dan in de zon zitten. En dat zou ik graag weer eens een keertje willen gaan doen. Maar ik vind in de zon zitten aan zee, in het water en zwemmen of met mijn voeten in de golven lopen, vind ik ook heel erg leuk om te doen. Tot zover het gesprek dat Ed had met Peter Koelewijn. We bladeren verder in Blitz. En we zien daar het spelblad. En daar staan twee moppen. Daarvan laten we de eerste horen. Jan gaat met de trein naar de kust. In het station koopt hij een kaartje. De loketbeambte vraagt vriendelijk: voor Zandvoort of Scheveningen? Zegt Jan verbaasd: voor het weekend natuurlijk. Zandvoort, dat lijkt me geen gek idee. Zo'n dagje Zandvoort aan zee. Ik laat me vandaag een keertje openbaar vervoeren, want ik moet er eens uit. Een beetje zon op mijn huid. De auto laat ik staan, die wil ik ook eens verwennen. Rijden in een trein, dat wil ik ook leren kennen. Met een sneltreinvaartje koop ik een sneltreinkaartje. Dat brengt dan weer wat centen in het spoorweglaadje. Ik ben ook net
een plaatsie in de restauratie. Maar dan moet ik snel zijn, anders kleun ik mis. Oh, wat een lol, in de eerste trein naar Zandvoort. Ik kan toch beter voortaan met mijn oude autootje gaan. Oh, dit hou ik niet uit. Ik kan niet voor en ook niet achteruit. Want ik zit klem tussen de deuren. Oh, oh, kom ik hieruit. De eerste trein naar Zandvoort. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Als je op vakantie gaat, moet je veel dingen meenemen. Op het spelblad staan daar tekeningen van. Je ziet er dingen die je nodig hebt als je naar zee gaat. En er staan dingen die je nodig hebt als je op vakantie gaat in de bergen. Weet jij welke dingen je meeneemt naar de bergen? En wat neem je mee naar de zee? Ik weet nog iets dat je mee kunt nemen als je op vakantie gaat. Het staat niet op deze bladzijde. Ik weet waaraan je denkt. Aan een boek. Aan een fijn boek om te lezen als je op het strand ligt. Of als je in de vakantie even niets te doen hebt. Ik weet daar een prima boek voor. Dat staat hier in de boekenhoek. Het boek dat we bedoelen heet Op zoek naar een vriend. Het gaat over meneer Hansen. Hij is 50 jaar en hij woont in Den Haag. Als het vakantie is, gaat hij met de trein op reis. Hij gaat op zoek naar een oude schoolvriend. Peet Bakker heet hij. Meneer Hansen heeft zijn oude vriend lang niet meer gezien. Toch denkt hij vaak aan hem. Daarom wil hij naar hem toe. Hij moet heel lang zoeken. En eindelijk vindt hij hem. Maar helaas. Die oude vriend wil niets meer van hem weten. Hij wil geen vriend meer zijn van meneer Hansen. Op de volgende bladzijde in Blitsblad staat een stuk uit het verhaal over meneer Hansen. Er staan plaatjes uit het boek. We lezen er een stukje uit voor. Meneer Hansen is 50 jaar. Een korte, dikke man. Hij woont in een stille straat in Den Haag. In een benedenhuis met een kleine tuin. Hij werkt graag in de tuin. De mooiste dahlia's in de buurt heeft hij en daar is hij erg trots op. Meneer Hansen is niet getrouwd. Hij woont helemaal alleen. Alleen met zijn kat. Een rode kater die Tip heet. Eigenlijk
zou hij best een hond willen hebben. Maar die kan je niet alleen thuis laten. En meneer Hansen moet elke dag naar zijn werk op de fabriek. Nu heeft hij Tip en die kan heel goed alleen blijven. Het keukenraam staat altijd op een kier. En Tip kan de tuin in wanneer hij dat wil. Elke zomer heeft meneer Hansen 3 weken vakantie. Dan maakt hij een reisje. Liefst met een boot, want hij houdt van varen. Het is nu zomer en zijn vakantie is begonnen. Maar deze keer zal hij niet gaan varen. Hij is iets anders van plan. En dat vertelt hij aan Tip, die onder de tafel ligt. Tot zover het verhaal over meneer Hansen. Het boek, Op zoek naar een vriend, kun je lenen in de bibliotheek. Het is ook te koop in de boekenwinkel. Ze weer ontwaakt, want het is zomer. Terrasjes vol gezelligheid, we hebben alle tijd, want het is zomer. De vogels zingen weer hun lied en iedereen geniet, want het is zomer. Kijk, de buurvrouw van hiernaast heeft haar kleren uitgedaan en de deurwaarder komt langs met rode rozen. Bij het orgel in de straat dansen kinderen in de maat. In de somberste buurt schijnt nu de zon. Het lijkt erop. Bij vakantie hoort ook muziek. Vakantiemuziek. En die vakantiemuziek horen we in de Muziekhoek. Het zonnehoedje is weer in. Er zit ijs op het kin. Want het is zomer. Als je op vakantie bent in een ander land, dan hoor je ook andere muziek. Muziek die je thuis niet hoort. De mensen die in zo'n land wonen maken graag muziek voor de toeristen. Ieder land heeft zo zijn eigen muziek. Mooie muziek maken ze in Spanje. In Blitz Blad zie je daar een foto van. Spanje is bekend om zijn flamenco. De mannen spelen gitaar en de vrouwen dansen erbij en klappen in hun handen. In Duitsland heb je de fanfare. De muzikanten blazen hard op koperen instrumenten.
Ze dragen een leuke hoed. In Oostenrijk maken ze weer andere muziek. Daar spelen de mannen op een accordeon en de vrouwen jodelen erbij. Zo hoor je dat de muziek in elk land weer anders klinkt. Tot slot laten we je nog een bijzonder instrument horen. Een instrument dat je vaak in de bergen hoort. We noemen dat een alpenhoorn. Zo'n alpenhoorn is wel enkele meters lang en het geluid kun je heel ver horen. Aardig geluid, zo'n alpenhoorn. We hebben nog zo'n soort geluid. Dat hoorde je vroeger in het dorp als de post gebracht werd. De post kwam in het dorp aan met een paard en wagen. Die stopte midden op het dorpsplein. En de postbode blies dan op een hoorn. Iedereen wist dan dat de post aangekomen was. En als wij dit hoorngeschal op blits horen, dan weten wij dat het weer tijd is voor onze postbus. In de postbus staan deze keer 4 brieven. Een brief van Luc Jamas. Een brief van Mariette van Altena. Een brief van Jan Berkmans. En een brief van Lilian Wouters. Zij zoeken alle 4 een vriend of vriendin om mee te schrijven. Heb jij daar soms zin in? Hun adres kun je vinden in Blitsblad. Je kunt natuurlijk ook naar Blits schrijven. We vinden het ook heel leuk om vakantiekaarten te krijgen. Schrijf ons over je vakantie. Vertel ons of je een leuke vakantie hebt gehad. Of was je toch maar liever thuis gebleven? Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Och, was ik maar met jou niet meegegaan. Och, had ik naar jouw ogen niet gekeken. Hart, nu niet zo pijn gedaan. Ik kan niet slapen en niet eten, want ik kan je niet vergeten met je rode mond, je blauwe ogen, je haar zo blond. Och, was ik maar
gebleven. Och, was ik maar met jou niet meegegaan. Toen ik van verlof kwam, trof ik in de trein het allerliefste meisje, die mooie Madeleine. Ik kijk verder in Blitsblad en ik zie een foto van een mand vol lekkere dingen. Tussen pot en pan. We laten dit keer zien hoe je kunt picknicken. Als je gaat picknicken, dan maak je thuis allemaal lekkere dingen klaar. Die doe je in een mand en die neem je mee naar buiten. Je eet ze op aan het strand of in het bos. En je maakt het heel gezellig. Op de volgende bladzijde zie je precies hoe je zo'n picknickmand kunt klaarmaken. Terwijl jullie naar de foto's kijken, draaien wij een plaatje over zo'n picknick. We hebben nu al veel gepraat over vakantie. Maar we hebben het er nog niet over gehad waar je in je vakantie kunt logeren. Dat doen we dan nu maar even. In Blitsblad staan daar foto's over. Op de fotobladen. Als je op vakantie gaat, kun je logeren in een hotel. Je krijgt dan een kamer met een bed. Je kunt er niet zelf je eten klaarmaken. Dat doen de mensen van het hotel. Je kunt in je vakantie ook een flat huren. Aan zee bijvoorbeeld. In die flat huur je een paar kamers. En er is ook een keuken. Daar kun je zelf koken. Je kunt ook in een tent gaan slapen. Die tent neem je mee. En je zet hem zelf op in het bos of op een camping. Je kunt natuurlijk ook met de caravan op vakantie gaan. Die caravan maak je vast aan je auto en je rijdt ermee naar de camping. Op het tweede fotoblad staan nog meer foto's van plaatsen waar je in je vakantie kunt logeren. In een hut bijvoorbeeld, in de bergen. Het is ook wel eens leuk om in je vakantie op een boerderij te wonen. Er zijn boerderijen waar ze een speciale kamer hebben voor vakantiegangers. Je kunt ook naar een vakantiehuisje gaan. In zo'n huisje moet je verder overal zelf voor zorgen. Zo zie je. In je vakantie kun je een hoop leuke dingen doen. En je kunt op een heleboel verschillende manieren logeren. De een logeert in een hotel en de ander logeert in een tent of in een caravan. En met die caravan of die tent ga je naar een camping. Naar een camping in het bos of ergens aan het strand. Bijvoorbeeld aan het strand aan de Costa del Sol. Tras aan de Costa del Sol, tingelingeling.
sloeg mijn hartje op hol. Tingelingeling. Hij sprak me van amore. Ik was finaal verloren. Hij speelde op zijn gitaar. Tingelingeling. En streelde zacht door mijn haar. Tingelingeling. Nooit zal ik hem vergeten. Hem en de Costa del Sol. Het was zo fijn. Terug, tingelingeling. Regen en donkere lucht, tingelingeling. Toch blijf ik heerlijk dromen. Wat mij is overkomen. Ik hoor nog steeds een gitaar, tingelingeling. En voel zijn hand door mijn haar, tingelingeling. Nooit zal ik hem vergeten. Hem en de Costa del Sol. Het was zo fijn, bij maneschijn en Spaanse wijn, om samen te zijn. La 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 la. Snor is op vakantie in de bergen. In de bergen van Oostenrijk. Hij heeft leuke kleren aan. Kleren uit Oostenrijk. Op een dag gaat Snor in de bergen wandelen. Daar ziet hij een grote alpenhoorn. Maar Snor weet niet dat het een alpenhoorn is. Snor denkt dat het een grote pijp is. Hij denkt dat het een pijp is om te roken. Daarom stopt Snor de pijp in zijn mond. Hij zuigt eraan, maar er gebeurt niets. Dan blaast hij erop. Er gebeurt nog niets. Dan blaast hij harder en harder en dan komt er geluid uit. Toet! Hij schrikt ervan. Daar komt Klets aan. Hij ziet dat Snor geschrokken is van het geluid. Hij moet erom lachen. Snor, zegt hij, dat is geen pijp, dat is een alpenhoorn. We hebben deze keer een heel kort gedicht. Het gaat over de Côte d'Azur en het is geschreven door Toon Hermans. Hier is de zee gevuld tot aan de rand. Hier is het leven even blauw en blij. De mensen in het warme bed van zand. Op bruine beentjes gaat het strand voorbij. In de vakantie gaan veel mensen naar een restaurant. Ze gaan daar lekker eten. Als je in zo'n restaurant komt, zie je allemaal tafels en stoelen. Over zo'n restaurant maakte Vincent van Gogh een schilderij. Dat schilderij
kun je zien op de achterkant van Blitzblad. Helaas is het nu voorlopig afgelopen. Ook Blitz gaat met vakantie. Maar in september zijn we weer terug. Dan maken we een nieuwe Blitz. Het enige dat we nog kunnen zeggen is... tot ziens. Of, zoals de Italianen zeggen... arrivederci. Blitz wordt uitgegeven door het NBLC in Den Haag en door Infodoc in Leuven. Blitz wordt gemaakt door Ed van Berkel, Karin Bonnet, Jo Sartor, Mieke Staarmans en Luc Zwerts. De stemmen waren van Loes Glaudemans en Freddy Cloté. De regie had Ed van Berkel.